Hey, erde Allianz, al Erik hier en welkom bij een aflevering van YouTube Talk, de serie. Waarin ik praat over dingen die met wat zit op YouTube. En uh, of dingen die te maken hebben met YouTube over in het algemeen. Uh, of dingen die met ons kanaal te maken hebben. Vandaag wil ik het hebben over iets waar ik uh, in de aflevering over ons al een keer op terug Over mijn onzekerheid. Uh, dus vandaag wil ik het hebben over onzekerheid en wat er tegen te doen. Um, ik... Ik ben vroeger heel veel gepest. En heb daarom altijd een beetje het gevoel dat mensen mij, zeg maar, chutchen of wat dan ook. Ik ben altijd heel onzeker over mezelf geweest. En over de dingen die ik goed of niet goed kan. Um, en ik heb daarom juist heel veel last van, um, ja, van onzekerheid. Dus uh, ik uh, heb altijd een beetje ook het gevoel dat ik niet goed genoeg ben voor, voor andere mensen. Dus ook tegenover mijn vrienden, heb ik zeg maar niet. Goed, ...een goed genoeg, goed genoeg persoon ben, zeg maar. Um, ik heb heel lang gehad dat ik op school heel onzeker was over, het, over mijn presenteerkwaliteiten. Um, over mijn lichaam ben ik continu nog onzeker. Ik ben uh, best wel zwaar. en um, Ik heb er eigenlijk altijd wel een beetje mee gedeeld um, Vanaf, zeg maar, de, de basisschool dus. Maar ja, het zit ook, ja, het zit er, ja, ik weet niet of je het echt. Ik, ik, ik geloof zelf niet echt zo in het. Het zit in de familie. Ik geloof meer in dat je er zelf wat aan doen. Maar ja, als het, het is, waar, dan is dat, is dat nog echt waar. Maar in ieder geval, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ik altijd heel onzeker ben geweest. En. Um, dat is eigenlijk wel altijd een beetje zo geweest. Um, en ik had altijd. of ik heb, ik heb soms echt heel vaak. Of ik heb wel eens heel vaak gehad dat ik zoiets had van: kan ik hier nou niks aan doen? Ehm. Um, Nee, ik weet dat er heel veel mensen uh, naast mij zijn die heel onzeker over zichzelf zijn. Die uh, continu druk voelen omdat ze moeten presteren. Wat ik ook heel erg heb. Ik heb altijd het gevoel dat ik zeg maar moet presteren. Um, ik ben iemand die, die, heel erg, um, die heel graag wil presteren als hij het kan. Als je weet dat hij het kan. Um, wat ook weer extra druk op jezelf zet. Wat je ook weer onzeker maakt als je dit niet doet. Dus um, prestatiedruk, onzekerheid over jezelf, wacht. Het valt nog steeds tegen. Ik doe het nog steeds op een stapel handdoeken. Dat is niet heel stabiel. Oké, okay, dat is beter. Uh, uh, maar, uh, onzekerheid over jezelf. Um, het is iets... Het is heel kwalijk, het is heel irritant. Tenminste, het hoeft niet per se kwalijk te zijn. Het ligt aan hoe erg je jezelf aanrekent. Um, maar ik heb mezelf... Ik reken het mezelf dus heel erg aan dat ik bepaalde dingen zeg maar. Ik bedoel van... Oké, okay, ik, geef, ik, ik geef er minder om dat ik zwaar... Of dat ik uh, dik ben dan vroeger. Vroeger vond ik het echt heel erg omdat het me ook altijd eens een beetje is aange of ingehamerd dat het, dat het heel erg zou moeten zijn. Daar ben ik nu wat, 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 wat van afgezakt. Um, ik, ik geef niet heel veel meer om dat ik zwaar uh, ben. Ik probeer mijn best te doen om, om af te vallen. Wat overigens best wel goed lukt. Want ik ben sinds de zomervakantie, dus een half jaar geleden ongeveer, misschien iets langer. Uh, toen was ik 135 kilo, nu weeg ik 125 kilo. Dus er zit echt wel een groot verschil. Uh, ik moet gewoon wat meer gaan sporten. En dat, uh, dat is denk ik het grootste. Dat ik probeer nu heel maar mijn eetpatroon aan te passen. Maar dat is, ja, dat is niet heel belangrijk. Um, het gaat voor mij nu om, zeg maar, om, om de dingen. Om, om jou, jij, die nu de video kijkt. Uh, om jou een beetje van, mijn zee, of van je onzekerheid af te helpen. Um, met methodes die ik... Oh, ik dacht even dat er iemand binnenkwam. Um, met de onzekerheden die ik heb gehad. Um, en de oplossingen die ik daarvoor heb geprobeerd. Um, hoe ik daar uh, wat meer over in ben gegaan. Dus um, uh, ik denk in de eerste klas. Uh, moest ik een prestatie houden. Was ik niet heel goed in. Maar niet per se slecht. Ik uh, deed eerst TTO, dus dat is twee talen Dus dan moet je in het eng of heel veel Of moet je zeg maar heel veel Engels praten. Um, dat zet veel druk uh, op je. En in de tweede klas ben ik toen begonnen met het YouTube-kanaal, geloof ik. En um, de Alliantie, waar je op dit moment de video op kijkt. Ehm, um, dan ben ik begonnen met het YouTube-kanaal. En ik had zoiets van: ik heb iets nodig om uh, één met tijd mee te verdoen. Want ik heb echt. Ik, 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 heb, ik game vaak, maar ja. Op een gegeven moment heb je zoiets van: het kan, kan wel wat, wat meer. Dus dan had ik zoiets van: nou dan kunnen mensen meekijken naar wat ik uh, aan het spelen ben. En toen ben ik Minecraft-video's gaan uploaden. Want ja, het enige wat iedereen speelde was toen Minecraft. Um, Oké. Okay. Uh, ja, soms verschuift de handdoek stap even een beetje, dus ja. Dus alles wat iedereen speelde was toen Minecraft. Let's play gemaakt, let's play werkte niet. Want toen was ik een save al in één keer kwijt. Um, nieuwe save gemaakt, werkte niet. Uh, begonnen met. Um, SS... Nee, dat was laat pas. In ieder geval, weer een nieuwe save gemaakt, werkte niet. Kanaal ge geliefd. Toen heb ik op een gegeven moment um, moeten debatteren. Of in de tweede of in de derde. En dat ging zo slecht. Ik was echt. Dat is echt. Ik sloeg dan een halve minuut dicht. Ik weet niet of jullie, of jullie weten hoe debatteren werkt. Maar het is zeg maar, ja, je moet ongeveer een minuutje of 30 of een, uh, een, minuutje of drie, pra een minuutje of drie praten. En ik had de tweede beurt. Dan moet je zeg maar, reageren op de andere op de andere, zeg maar. Nou, het ging zo slecht. Ik stond daar voor de klas en ik sloeg dicht. En het, het, sindsdien, ik, ben, ik, ben, ik heb nog steeds een angst voor debatteren. Dat is echt heel erg, maar ik, ik, durf, of, ik durf gewoon niet te debatteren. Gewoon puur om wat er toen is gebeurd. Um, dus toen was ik ook gelijk weer wat, wat, wat angstiger voor presenteren. En toen heb ik op een gegeven moment bij Duits een keer moeten presenteren over een uh, deelstaat. En dat is tip 1 die ik je meegeef. Moet jij een keer een presentatie houden? Ben je onzeker over je presentatie uh, of om je presentatieskills? Zoek iemand die wel kan presenteren. Ik heb um, toen we mochten zelf niet kiezen, maar ik werd in een groepje gezet met een meisje die heel erg, um, uh, heel erg um, graag een hoog cijfer halen voor voor duits en daarom ook heel veel. Um, Druk op ons of op mij zetten, in ieder geval: van hey, ga doen, ga doen, ga opzoeken, ga dit en dat, bereid je voor. Ik heb me toen zoveel voorbereid, zo ontiegelijk veel voorbereid. We hadden acht voor die presentatie, de heeft alles al een zes. Ik was zo blij. Ik, ik had niet verwacht dat, 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 dat ik dat ook kon. Um, tip nummer twee is dus ook: gelijk bereid je heel goed voor als jij iets, uh, als jij nogmaals voor presentatie hangt, is voornamelijk. Um, ben jij bang voor het presenteren, voor, voor een klas staan, voor iets voorbereiden, iets moeten doen tegenover heel veel mensen? Bereid jezelf goed voor, laat het niet tot één dag komen. Ik had een presentatie in de vierde um, met over allemaal schilderijen. En uh, die heb ik zo goed voorbereid, dus alles uit mijn hoofd. En dat ging zo goed, daar had ik ook een acht voor. Ik was zo blij. Um, dus ja, dat. Um, nog iets wat verder gaat op dat presenteren, um, stel jij hebt een. Um, uh, een, 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 een Engels of een Frans of een Duits presentatie. En je weet dat je talen niet goed zijn. Zorg ervoor dat je iets zoekt waarin je zeg maar, kan bewijzen dat je het wel goed kan. Um, dus je, heb je bijles nodig? Maakt niet uit. Maar dus ga gewoon naar een leraar toe. Zoek iemand op die je ermee kan helpen. En dat is dan weer niet zeg maar, voor, een, voor een alleen een presentatie. Maar gewoon, stel je bent onzeker over iets. Laat het weten aan iemand. Laat het weten aan je vrienden, je familie. Je, je, je leraren. Laat laat Zorg ervoor dat zij ervan weten dat jij onzeker bent over iets. Dat als er iets op school gebeurt en iemand heeft er, zegt er iets over en je wordt ermee gepest dat iemand ervan weet en dat zij kunnen ingrijpen. Um, ik ben dus best wel zwaar gepest omdat ik dik ben. Daar wezen ze dus op school heel veel van, maar ze deden er niks aan. En dat is klote. Dat, dan, dan zit je echt vast. Dus dan moet je uh, kijken of je vrienden je kunnen helpen. Ik had op school niet heel veel vrienden, dat is ook heel kloten. Dus ik dacht dat ik heel veel vrienden had, maar dat had ik uiteindelijk dus niet, want ze naaiden me eigenlijk alleen maar. Ehm. Um, of in ieder geval heel vaak. Terwijl ik had een vriend en die zat eigenlijk, die wou met iedereen te vriend zijn. Dus op het moment dat ik in mijn eentje gepest werd tegen vier, waar hij liever bij die vier vrienden te, te vriend blijven dan met mij. Um, dus ja, dan voel je je ook wel eventjes zwaar Ehm. Um, even denken, hebben we nog andere tips? Over onzekerheid. Oh ja, zoek iets waarmee jij jezelf kan bewijzen, zorg, zoek iets dat jij kan bewijzen dat jij niet een dikzak bent of niet iemand bent die elke dag binnen zit. Mm. Ik zit elke dag binnen, maar dat, 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 dat maakt ik niet uit. Ik zit hier. ik zit elke dag binnen, maar dat maakt niet uit. Ik, ik bewijs dat ik... <laughs> dat ik. dat ik. dat ik. dat ik niet onzeker kan zijn. Ik heb een YouTube-kanaal gestart. Weet je hoeveel moeite het kost om een YouTube-kanaal te starten en elke dag te uploaden op het moment dat je onzeker bent? Ik zeg het je, deze serie, deze serie die jij nu aan het kijken bent, is misschien wel een van de moeilijkste. Omdat jij jezelf heel erg. Um, je zet je gezicht online. Je zet je mening online. En er zijn heel veel mensen die zijn nog niet eens met jou. En dat kan, dat is geen probleem. Maar jij moet daar als onzeker persoon daar dan nou wel mee kunnen dealen. En dat vervolgens zeg maar kunnen accepteren. En stel er zegt iemand: Je bent een kankerhond, val dood. Dan ben ik de, 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 Ik ben het daar. Uh, heel goed tegen. Ik, ik haat het woord kanker als scheldwoord. Uh... Maar als iemand dat zegt, en jij ziet dat, dan moet je daar niet onzeker over worden. Je moet gewoon, dat moet je gewoon kunnen verwerken. Nou heb ik dat soort dingen niet heel veel gehad, omdat ik zeg maar eigenlijk alleen maar subscribers op dit moment heb die ik ken, um, of op een of andere manier verbonden zijn met mijn vriendenkring. Maar stel je krijgt die uiteindelijk, en je wordt wat groter en zo, dan moet je dat allemaal kunnen accepteren. En... Als je dat eenmaal kan accepteren, kom je ook wel een groot deel van je onzekerheid af. Um, omdat je zoveel over je heen krijgt. En later in het dagelijks leven krijg je dat waarschijnlijk ook. En als je dat nou eenmaal kan accepteren, dan maakt het allemaal een stuk makkelijker. Um, heb ik nog andere dingen over onzekerheid. Even denken. Ja, ik denk dat zeg maar, be ja, bewijs het grootste ding is. Laat zien dat jij geen nerd bent. Laat zien dat jij geen. geen Eikel bent of wat dan ook waar je vooruit wordt gemaakt. Um, heel veel mensen denken van mij dat ik um, een dikke of een dik zak ben, die tenminste, dat denk ik. Dat denk ik dan voornamelijk. Maar heel veel mensen die denken dat ik dik ben, dat ik niks doe en zo. Maar ondertussen heb, heb ik wel ooit meegedaan in de Nederlands kampioenschappen golf. Dus dat kan ook golf. Golf voor die mensen die het allemaal. Het uh, is golf van, het is niet golven dat is voor de boeren. Fuck off, weet je. Um, maar dat kan ik dan wel mooi zeggen. En ik. ik bewijs daarmee ook wel deels dat ik zeg maar niet alleen die ene flikker ben die zeg maar elke dag tussen zijn computer een zak chips heeft Maar dat ik ook wel gewoon wat kan. Uh, het feit dat ik onzeker ben over bepaalde dingen. Het laat. Um, ik heb een YouTube-kanaal. Ik. ik Daarmee bewijs ik dat ik niet per se alleen maar onzeker ben over mezelf, maar dat ik ook gewoon heel erg. Ik, ik, kan, ik kan mezelf voor een, voor een groep mensen plaatsen die. Um, die en, en daarvoor presenteren. Ik kan in meerdere uh, talen spreken. Um, hmm, volgende video. Oeh. Dat is misschien een hele slimme, of een hele kleine tease naar wat ik wil maken. Um, maar ik kan meer talen spreken. Dat laat zien dat ik zeg maar, niet onzeker ben over wat ik zeg maar kan bieden, wat ik kan praten. Ik ga een studie doen. Dat laat zien dat ik niet. Weet je wel, dat soort dingetjes. Van, je laat met alles wat jij, wat jij laat of wat jij doet, laat jij zien dat jij geen onzeker persoon bent. Als jij. Um, naar, zeg maar, als jij van, van de basisschool naar de middelbare school gaat en zegt tegen jou... ...jij kan alleen maar een MAVO aan, maar je zegt ik ga een HAVO of een VWO doen... ...want ik weet dat ik dit kan en je doet het. Dan bewijs je toch maar weer eens dat jij zeker bent van je zaak. Jij hebt dat gedaan. En dan ja, dat, dat, laat het zien. Laat het zien dat jij de persoon bent die het kan. Die het bewijst. Dat maakt jou misschien... ...dat maakt jou niet meer of minder onzeker... ...maar tegenover andere mensen laat, laat het zien dat je wel... Zekerder bent van je zaken en van je eigen mening. Dan zeg maar wat anderen van je zeggen. Of tegen je zeggen of van je vinden. En wanneer andere mensen denken dat jij zeker van je zaak bent, zullen ze je steeds minder onzeker maken waarschijnlijk. Dat is niet in alle gevallen natuurlijk waar. Maar wanneer mensen zien dat jij een zeker persoon bent, dan zijn ze heel erg. Um, worden ze steeds minder gemotiveerd om te laten zien dat jij het niet. Uh, je eigen mening kan maken of je eigen gevoel kan volgen of wat dan ook. Ik zeg je, dat is misschien wel de grootste die, tip die ik je meegeef daar. Dus laat gewoon zien dat je er bent. Laat gewoon zien dat, je, dat jij niet onzeker bent. En dat is moeilijk, dat weet ik. Ik heb het zelf ook heel vaak gehad. Maar ik ben nu ook bezig. Ik ben aan het proberen mijn eetpatroon te veranderen, waardoor ik afval. Ik, ben aan, uh, ik heb een Cambridge-examen gedaan waarmee ik laat zien dat ik, goed, dat ik, dat ik dit kan. Dat ik, dat ik Engels kan. Uh, ik heb een boekhouddiploma gehaald. Ik heb allemaal dingen. Een boekhouddiploma hangt thuis daar. Maar in ieder geval, ingelijst en in alles. Hè? Ik bedoel, we moeten er maar trots op zijn, maar het is wel waar. Um, ik heb een uh, proefwerkstuk boekhouden gedaan, tien dagen lang. Waarmee ik ook weer gewoon laat zien dat ik, ik die, 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 die kwaliteiten heb. Uh, alle, laat alles zien. Laat alles wat je kan, kan laat het zien. Het maakt niet uit hoe stom het is of wat dan ook. Er zijn altijd mensen die je, die je waarderen voor wat jij doet, voor jouw mening, voor wat dan ook. Dus, um, dat is eigenlijk alles wat ik wil zeggen. Als ik nog iets anders toe te voegen heb, dan zeg ik het misschien wel in de comments. Ik reageer op alles. Ja, nu dus waarschijnlijk niet. Omdat er niet heel veel mensen zijn die op mijn comments of op mijn um, video's uh, posten en zo. Die allemaal comments onder mijn video's posten bedoel ik. Uh, maar dat maakt niet uit. Uh, als je iets wil zeggen, ik reageer meestal. Of ik zie het in ieder geval. Um, maar voordat ik er eigenlijk niet zo heel veel meer aan toe te voegen is, mensen, ik bedank je voor het kijken, voor het kijken het Like, abonneer en geef en deel mee. Ik hoop je het leuk vond. Ik heb tussen zijn bij een nieuwe aflevering van YouTube Talk. Super!